De boten van het Nationaal Vervoersbedrijf in het binnenland varen sinds 3 mei weer. Dit zei minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag voor aanvang van de raadsvergadering. Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie in Suriname waren de diensten van de NVB-boten stopgezet. Afgelopen maandag dat ze de boten hebben geaccommodeerd en dat ze op beurtelings in de gelegenheid worden gesteld die routes, de verschillende routes te onderhouden. En dat ze ernaar streven of werken om 2 controleposten op, langs de rivier, dat ze daar 2 controleposten installeren. Daar ook rekening houden met de COVID-maatregelen? Dat hebben ze ook aangegeven, ja. Minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme. De leiding van het NVB heeft aangegeven dat de staatsboten weer varen. Bewoners van de dorpen in het binnenland kunnen weer gebruik maken van deze dienst. Deze boten varen vanaf Pamboko, het eerste dorp vanuit Atjoni, tot naar Stonuku.